Vrienden van de paardensport, welkom bij Ekibel TV. We gaan er vaart achter zetten, want september was een drukke maand met vele kampioenschappen. EK Jumping voor veteranen, EK Endurance voor de jeugd, WK Jonge Paarden en het WK Eenspanmennen. We gaan met u snel even de belangrijkste actualiteit overlopen. Het WK in Pratony, het WK van net niet voor de eventers en het WK van net wel voor de menners. De eventingruiters misten met slechts één plaatje hun ticket voor de Spelen in Parijs. De menners kwamen naar huis met een bronzen teammedaille. De jumpingfans gaan ook aan hun trekken komen met het WK voor jonge paarden in Lanaken en de strijd op het BK. Gouden zaken voor de Belgen op de Global Champions Tour in New York. Grote prestatie van Gilles Thomas in de loodzware grote prijs van Spruce Meadows door derde te eindigen daar. Winst was er voor de Young Riders in de Nations Cup finale in het Nederlandse Kronenberg. En nog in Kronenberg was er brons voor de Belgen in de categorie Children. En last but not least, de finale van de Nations Cup in Barcelona. Winst voor de Belgen. En het ticket voor de Spelen in Parijs is binnen. Straks een gesprek met teammanager Peter Weinberg. Maar eerst alles op een rijtje zetten in de rankings. Geen grote verrassingen in de Henders & Hazel Jumping Ruiters ranking. Jérôme Gary blijft met 5001 punten de uitgesproken nummer 1, gevolgd door Grégory Watley. Ook Gilles Thomas vindt zijn weg naar de top 3 en in de top 20 spotten we de aanwezigheid van drie vrouwen. Zoë Conter op 12, Gudrun Pathet op 14 en Emily Conter op 18. Dan de Cavalor Nations Cup Caps ranking. Jérôme Gary behoudt zijn voorsprong onder andere door zijn deelname in Calgary en Barcelona. Nicolas Philippaerts wipt over Grégory Watley en wordt zo tweede met 18 deelnames aan landenwedstrijden de afgelopen 5 jaar. In de Belgische eigenaarsranking ziet de top 3 er als volgt uit. Uitgesproken nummer 1 Joris de Brabander met maar liefst 3671 punten. Gevolgd door Team Philippaerts met 2218 punten en Lineke Horses met 1890 punten. Naar Italië dan, waar de Belgen brons pakten in het vierspanmennen. Dat gebeurde in Pratony eind september en dat leverde een tevreden bondscoach op, Mark Wentijn. Proficiat Mark met de bronzen medaille, wat een uitslag. Top, we zijn de beste van België en derde van de wereld. Top. We zijn heel tevreden. Succes van ons jonge team en topmenners die sinds de Europese kampioenschappen in Donau-Eschingen altijd op het podium van de landenprijzen hebben gestaan. We hadden vorig jaar winst in Windsor en in Saumur. Aken waren we tweede en nu waren we derde. Maar ook al in Trion, voor 4 jaar geleden op de Wereldruiterspelen, was dit kleine, fijne Belgische ploegje ook brons, individueel en met de ploeg. We hebben inderdaad de jongste kleppers van het toernooi, want Dries de Griek moet nog 30 worden en Glenn Heerts is net over de 30. Terwijl dat je onze concurrenten, IJsbrand Chardon is al 61 jaar oud, en Boyd Excel al meer dan 50, dus eigenlijk hebben ze potentieel nog heel veel toekomst. Voor mij is de basiswerking van belang, dat wij in nationale wedstrijden ook de ponywerking van het mennen in ere houden. Want alle grote kleppers komen uit die ponies, de basis waar ze ooit de knepen van het vak en het klappen van de zweep geleerd hebben. Zowel Bram Chardon als Glenn Heerts komen daaruit. Brauchley ook. Dus daarvoor moeten we basiswedstrijden hebben, instapwedstrijden in eigen land. En daar moet de Nationale Mencommissie voor zorgen dat we voldoende nationale wedstrijden hebben. Derde is brons, maar zilver zit er zeker in. En die Hollanders kunnen we jammer genoeg momenteel moeilijk kloppen, maar je weet nooit in 2 of 4 jaar dat we dat wel doen. En die jonge gasten die durven, die hebben lef. Die hebben geen benauwd en toekomst, future is there. België is in ieder geval gegroeid dankzij Félix-Marie Brasseur, die 2 keer individueel wereldkampioen werd. Hij is een Belg, maar traint nu de Fransen. En uiteindelijk moet je zien, hij zit in ons kielzog.
Hij ademt in onze nek, maar uiteindelijk zijn we hem nog altijd voor. Wat zou het zijn, moest hij de Belgen trainen in de toekomst? Maar dat weten we niet. We hebben natuurlijk nog een ijzer in het vuur dat aan het broeien is. Dat is Edouard Simonet, de Belg die individueel met de Arabo-Friezen altijd mee topreed. Hij is momenteel in Spanje actief, heeft een nieuw span in de steiger staan. Maar die paarden moeten natuurlijk nog ervaring opdoen. Volgend jaar wil hij internationaal starten. Maar dan vermoed ik nog dat we 1 à 2 jaar zeker nodig hebben vooraleer hij weer bij de top van de wereld is. We hebben een nieuwe klepper die opdraaft, dat is Tom Stokmans. Tom Stokmans komt uit de boerenpaarden, reed daar vierspan, maar uiteindelijk heeft hij nu deels de paarden van Edouard Simonet gekocht, daarmee geleerd, nieuwe paarden erbij en hij groeit altijd maar meer en meer, doet ervaring op. Zijn eerste EK vorig jaar in Budapest, zijn eerste WK dit jaar in Pratoni. Maar dus in dergelijke competities moet je in de toekomst meer en meer professioneel worden. Dat zijn Glenn Heerts en Dries de Griek zeker al. Die maken van de vierspansport hun beroep. Trainen paarden, verkopen paarden, geven les en dergelijke meer. Ik denk dat je als je op topniveau wil meedraaien, alleen maar professioneel kunt slagen met alle hulpen die nodig zijn. Hou je dat amateuristisch, dan denk ik dat de toevalskans om medailles te halen klein wordt. Behalve het professionaliseren van de sport, wat kan er nog toe bijdragen om van brons naar goud te gaan? Budget. Het is altijd een kwestie van budget. Geef mij 1 cheque en ik koop al die Nederlandse vierspannen op. En dan hebben we ze niet meer als concurrenten. Maar dit is een droomwereld, een droomscenario. We moeten meer nog proberen feedback te krijgen van officials van de FII, die in dat jaar dan de wedstrijden gaan jureren, die ons eens beoordelen, die tips geven en zoveel mogelijk samen zijn, want teambuilding, zeker in de vierspansport, is van belang. Hoe zie je de toekomst van de sport? Hoe zie je de toekomst? Rooskleurig. Vooruitgaan. Ik zie toch wel een van onze kleppers ooit individueel op een podium ook staan. Dan heb je soms wat geluk nodig, maar ook toeval nodig. Maar een Glenn Heerts of een Dries de Griek in de toekomst, die spelen nu al mee in de top 10 van de wereld. Want ze gaan ook naar de Wereldbeker Indoor. En ja, misschien in 1, 2 jaar, dat ze dan toch eens op een podium ook individueel staan. Ja, wat kan je hen nog sportief bijbrengen? Ik geef mijn ervaring mee, ik train ze niet. Ik ben een vos met grijze haren en oude streken. Maar ik heb ervaring, ik ken het reglement als FII-official zeer goed. En ik kan tot op het laatste moment in de clinch gaan met de officials om te zeggen, onze Belgen hebben gelijk of we moeten ze verdedigen. Ervaring is van belang, zij moeten het presteren. Ik ga me nooit mengen in het trainen van hun paarden, maar om een raad te geven, op een bepaald moment in de kegels heb je het alternatief links of rechts. Dan zou ik zeggen, kijk, naar gelang van het span, probeer dit te doen of anders te doen. Ook in Pratoni heb ik op het laatste moment nog een alternatieve optie kunnen meegeven aan de menners, om te zeggen, hindernis 13 naar 14 wordt het snelst van de rechterkant gereden. En onze 2 topkleppers hebben het dan zo gedaan. Een man met een helikopterview, dat komt af en toe van pas. Tevreden bondscoaches, zo waren er nog afgelopen maand, om Peter Weinberg niet bij naam te noemen, klinkende overwinning met zijn team geboekt tijdens de Nations Cup finale in Barcelona. Peter Weinberg, the team has just won the Nations Cup in Barcelona. Congratulations. Thank you very much. So you had already won it in 2015, 2018, and now, how does that make you feel as a coach? Okay, that's absolutely fantastic. It's actually the Nations Cup final, where also riders from Mexico and Canada and America were competing. It was not only Europe, so it's even a stronger, bigger competition. And yeah, it's actually top that we won it already the 3rd time, because it's really the top last event
of the open season. Aside from the ticket to the Olympics, how important was this Nations Cup to you and the team? Okay, that final is always, as I just said, the last best show of the open season. And the Nations Cup final with also the riders from America, Canada and Mexico are even a stronger competition. So it's even more important. And to win it the third time was just brilliant. In Barcelona, it was Olivier who rode the first round, Gregory the final. Why the change? Okay, in the Nations Cup final, it's still possible to change between the first and second round. And okay, the first rider of us was Kohn, and he had a clear round. And then second rider was Olivier with 12 faults. And then Gilles had a clear round, and also Jérôme had a clear round. So we decided together, the teams always decide together what's happened in the last round. So we decided to swap Gregory instead of Olivier. Gilles Thomas, who is only 24 years old, he was also part of the team. Do you see him getting even better than he is right now? Okay, good. It's always a lot to do with experience. First of at the beginning of the year, he rode first a few three-star Nations Cups, which he also rode double clear already. Then the very first time that he rode a five-star CSU Nations Cup was in Falsterbo, where we won. And then here, that was the very first time that he rode a Nations Cup final, and he did an absolute brilliant job. And he has won for the future to compete in the bigger shows and in the championships for Belgium as well. There's so much talent in Belgium. How do you pick the riders for the team? Okay, I actually have a little bit of a luxury problem. We have so many good riders and good horses that it is always quite difficult in the end who to pick. But so far, you also need a little bit of luck with it if you pick the right team. But so far, I did it always quite well. So that's why we always, when it was very important, were also very good. The World Cup season starts now. How big are your ambitions? What do you expect, for example, in Mechelen? Okay, the World Cup is different story because that's indoor. The first one is next week already in Oslo and then Helsinki. And then the last one before the end of the year actually is Mechelen. And good, okay, every World Cup we are able to get points for the final. So yeah, every of these shows, also Mechelen, is for us very, very important to win points. Now that we're qualified for the Olympics, how will the team prepare? Okay, good. For the Olympics, the World Cup shows have nothing to do with, because that's a different story. There are also different horses sometimes, because the Olympics and the Nations Cup, they are outdoors on big outdoor rings, and the World Cups are indoors. So the World Cup shows are not that important for the Olympic Games. With what results will you be happy in Paris? Everything that is better than bronze, I can imagine. To be honest, I was as a coach, I would be on in the wrong job if I was not aiming for medals. Also, team as well as individual. But on the Olympic Games, is even more nations and more top riders and top horses, so it will be a difficult game. But as we know already from the last few championships, our team is strong and our riders are good and our horses are even better. They are at the moment unbelievable, very, very good horses in Belgium.
Like you say, the team is very strong. But what is the secret of this Belgium success over the last years? The secret is that they are very, very good riders with very, very good horses, and that they can really all live with the pressure. You know, none of the Belgium riders who are in that level gets nervous when they get under pressure, and there maybe we are stronger than some of the others. In Herning, it was a bit disappointing to just miss out on the qualification. Are all these frustrations gone now? To be honest, there are no frustrations. That's a sport. Sometimes you have not the luck of the day, which happened there. So I also, we have had a lot of top results, but it doesn't go well every time. And that's how the sport is. And sure, at the moment, we are disappointed if it doesn't go well, but we forget that very quick and concentrate on the next one. As you saw, the next possibility to qualify for the Olympic Games was Barcelona, and we did it. Peter Weinberg ziet het glas halfvol. De rubriek Society Clubs die is er ook nog altijd met een grote naam. Niemand minder dan Ingmar de Vos, voorzitter van de IVI. Landgenoot, ook een klein beetje Zwitser. We spraken hem tijdens het WK in Herning en schotelden hem verschillende onderwerpen voor. Waar wil hij naartoe met de paardensport? Was de voorzitter tevreden over het afgelopen WK? En wat gezegd over de toekomst van de Belgische paardensport? Meneer Ingmar de Vos, dankjewel voor uw tijd tijdens het WK in Denemarken. Hoe is alles verlopen tot nu toe? Wel, ik moet zeggen dat het toch wel een heel succesvol kampioenschap is. Organisatie is top, denk ik. En vooral de mensen die zich nog de vorige editie herinneren in Traien, waar dat er toch wel wat problemen waren, is het een verademing om in Denemarken te zijn. En ik moet zeggen, het organisatiecomité levert prachtig werk. Iedereen die in onze sport actief is, beseft ook hoe complex dat onze sport is. Het is niet een voetbalveld en televisie er rond en ploegen. Ik ga hier ook over paarden natuurlijk. Dus het welzijn van de paarden moet altijd de eerste prioriteit zijn. Dus er zijn veel stewards, er is veel diergeneeskundige omkadering. Er zijn dopingcontroles voor de paarden, maar ook voor de mensen. Dus er komt wel heel wat meer bij kijken, denk ik. De president van de KBRSF, Stéphane Détry, vertelde me dan weer van ja, dankzij Ingmar de Vos is het FEI nog professioneler geworden, vooral naar marketing. Ze hebben zich geadapteerd aan de huidige tijd onder uw bewind. Dat is een mooi compliment. Ja, daar ben ik hem zeer dankbaar voor. Nu moet ik wel zeggen dat de aanzet daarvoor toch al gegeven is geweest door mijn voorganger, prinses Haya, die toch wel de organisatie op een heel andere manier heeft beginnen structureren. En ik heb daar dan voortgebouwd. Maar het is inderdaad zo dat, bijvoorbeeld, wanneer het komt tot wat we noemen good governance, dat we toch een van de topfederaties zijn, eigenlijk nummer 1 in de evaluatie die gebeurt door de Association of Summer Olympic International Federations. Dus dat is toch wel een compliment. Maar ja, wij leven in een zeer competitieve wereld, waar dat we moeten competitie voeren tegen andere sporten, maar ook tegen andere vormen van entertainment, de gaming-industrie om het maar te noemen, maar ook alle mogelijke vormen van spel. Dus we moeten ons positioneren in de markt en dat moeten we doen ook digitaal door veel content te genereren. We weten allemaal, we hebben het probleem van COVID gehad, waardoor er geen wedstrijden waren. Maar toch moeten we onze fans blijven binden aan ons. Dus dat heeft ons één ding geleerd, dat is dat we veel meer inhoud moeten maken rond wat er achter de schermen gebeurt, wat er zo specifiek is aan het leven met paarden. En dat heeft er zelfs voor gezorgd dat tijdens de periode van COVID, waar er geen wedstrijden waren, dat we toch het aantal volgers op onze kanalen, op onze social media, hebben kunnen verder doen groeien. Dat is, zoals gezegd, zij bekend om een man van met heel sterke marketing skills. Anderzijds ben je ook de man die de sport globaliseert, wat dan weer een strikte noodzaak is om op termijn ook die Olympische gedachte te concretiseren. Wel ja, een van de belangrijkste criteria eigenlijk van het Internationaal Olympisch Comité is wat ze zeggen, universality, universaliteit.
Dus hoe meer mogelijke landen, hoe meer regio's bij de sport betrekken en op een niveau te brengen, zodat ze kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen. Hè. Dus het gaat niet alleen over het aantal vlaggen, maar ook uit welke regio's van de wereld dat ze komen. Op vandaag zien we jou ook in de tribune als Belg en een beetje als Zwitser, klopt dat? Nee, ik ben natuurlijk altijd in eerste instantie Belg, maar ik resideer nu toch al een tiental jaar in Zwitserland, zodanig dat ik toch ook wel een beetje affiniteit heb met dat land. Je bent aan vermoedelijk een volgende legislatuur toe. Iedereen is er toch unaniem over eens dat u eind dit jaar opnieuw verkozen wordt. Dat zal dan de laatste legislatuur zijn. Wat zijn de zaken die je nog wil verwezenlijken? Ik denk, dat zijn er wel een aantal. Maar natuurlijk zijn er een heel hoop projecten die door de COVID en door EHSV vertraging hebben opgelopen. Ik denk aan een aantal zaken, bijvoorbeeld de Nations Cup op orde brengen. Verder werken aan de verdere ontwikkeling van de sport in andere regio's van de wereld. Azië is daarbij een heel belangrijke focus. China is, zoals u weet, een hele grote en belangrijke markt en waar dat we verder de sport moeten activeren. Toen ik voor de eerste keer naar China ging in 2011, waren er 20 paardensportclubs in heel China. Nu zijn er meer dan 2000, dus we zouden dat ook graag dan gereflecteerd zien op sportief niveau. En in India ook, moet er toch wel wat activatie gebeuren in Afrika, dus er is nog wel wat werk aan de winkel. Werk aan de winkel op wereldvlak, als we terug inzoomen naar België, hoe zie je de Belgische toekomst van de paardensport? Ik denk dat het eigenlijk nog nooit zo goed gegaan is in België. Hè. Als je ziet wat voor een generatie van ruiters, en ik spreek nu meer in het bijzonder over de springsport, maar in paradressuur ook hier een gouden medaille voor Michel Georges. Nee, ik denk dat de paardensport in België eigenlijk in het DNA zit. Hè. Het is een land dat niet alleen actief is in de sport, maar in de ganse paardensportindustrie. Met de fokkerij die op een topniveau staat, met de opleiding, begeleiding van paarden, van dierenartsen, hoefsmeden, de technische omkadering, de ruiters die jonge paarden opleiden tot op het topniveau. Ik denk dat België eigenlijk het hele gamma aanbiedt dat de paardensportindustrie nodig heeft en dat op het hoogste niveau. Dus als je dan kijkt naar de toekomst, wel, ja, die is natuurlijk, die ziet er heel mooi uit, hè? Maar veel zal natuurlijk afhangen en dat is ook een van de zaken die voor mij heel belangrijk is. Dat is van ons te consolideren in de Olympische Spelen. Want ik ben ervan overtuigd dat als op een bepaald moment paardensport geen deel meer zou uitmaken van de Olympische Spelen, dat ook die industrie daardoor zware klappen zou krijgen. Dus als er één van de prioriteiten is, maar dat staat altijd op nummer 1, dan is het de paardensport in de Olympische Spelen te houden en verder te promoten. Ja, dus sinds kort zijn we bezig met een commissie die we in het leven hebben geroepen, die in het Engels Equine Ethics en Wellbeing is. Waar we eigenlijk het volgende mee willen doen. We voelen dat we tegenwoordig geconfronteerd worden met een maatschappij die minder dan vroeger eigenlijk notie heeft van wat dat onze relatie met paarden is, wat dat eigenlijk de relatie tussen mens en paard is. En sommige groeperingen eigenlijk zeggen je mocht niks met paarden doen. Wij vinden dat we terug die relatie tussen paard en mens moeten uitleggen. Dat we die eerst eens moeten herdefiniëren. En dat we die terug eens moeten uitleggen aan de maatschappij. En dat we eigenlijk moeten aantonen dat de relatie tussen paard en mens een natuurlijke relatie is die door de eeuwen heen, door duizenden jaren heen, geëvolueerd is. En dat eigenlijk dat paard zonder de mens eigenlijk niet kan. Hè. Zonder de mens is er geen paard. En dat wij het recht hebben om met paarden zaken te doen, dat we met paarden mogen werken, dat we met paarden mogen competitie doen, maar dat natuurlijk moet gebeuren onder zeer strikte voorwaarden, die het welzijn van het paard als eerste prioriteit neemt. Dus wij willen die relatie herdefiniëren, ze communiceren naar de maatschappij, maar ook naar onze eigen gemeenschap, want wat dat
bijvoorbeeld 30 jaar geleden aanvaardbaar was, is nu niet meer aanvaardbaar. Dus zaken evolueren ook. En ik denk dat we ook naast de maatschappij bewust maken van wat we mogen en wat dat we niet mogen. Maar ook onze eigen gemeenschap, onze atleten, terug moeten een beetje opvoeden over wat kan en wat niet kan. En op die manier eigenlijk, op een proactieve manier, onze plaats in de maatschappij eigenlijk verdedigen en behouden. Dat is eigenlijk in een nutshell wat we daarmee willen bereiken. De basketters van de paardensport, dat zijn zonder twijfel de horseballspelers. Twee werelden met raakpunten, maar toch ook compleet verschillend. De 3x3 mannen, gekend van op de Spelen en van op het WK in Antwerpen, met onder meer Nick Selys en Thibaut Vervoort. Wel, die maakten kennis met Robin Kool en co. Proeven van mekaar sport, verpakt in 6 minuten. Te beginnen met stevig gitaarwerk. Hallo, mijn naam is Robin Kool. Ik ben een Belgische horsebalspeler. We zijn onlangs vice-wereldkampioen en Belgisch kampioen geworden met onze sport. Goeiedag, ik ben Nick Selys, speler van de 3x3 Belgian Lions en 3x3 Team Antwerp. Wij zijn momenteel de 3e beste ploeg van de wereld en wij hopen nog te groeien naar nummer 1 van de wereld. Nick, als 3x3 basketballer, Olympische discipline, hoorde ik dat je ook al deelnam aan paardrijden sinds jonge leeftijd. Ja, klopt. Heel de familie is een paardrijfamilie. En dus op jonge leeftijd jumpy gereden, ben 15, volledig toegelicht op het basket. Ik heb kunnen volgen op het nieuws dat jullie dan de top bereikt hebben, om zo te zeggen. Quasi de top. We zijn vorig jaar echt doorgebroken met de Olympische Spelen, zo bekend geworden. 4e plaats gehaald. Dit jaar een 4e plaats op het WK, maar ook in de Champions League van het 3x3 hebben we dit jaar een stop gewonnen. Dus we zijn echt aan het komen en we hopen dat verder te zitten. Ik heb al verteld dat jullie echt al een topploeg zijn, maar wat stelt dat allemaal voor eigenlijk? We hebben elke mooie titels gewonnen. Jammer genoeg nog geen enkele gouden medaille, maar we zijn momenteel dit jaar nog aan het werken. We hebben vice-wereldkampioen, vice-Champions League winnaar en al meerdere malen zijn de 18 jaar de Belgisch kampioen. Oké, mooi, mooi. Dus vice-wereldkampioen, ik vermoed dat jullie professionele sporters zijn, of hoe zit dat juist? We zijn professionele sporters naar het idee toe dat we alles in de mindset hebben van professioneel te zijn, maar wij werken gewoon alle dagen nog. Ja. Dus alle verre transporten, alle kosten, dat is allemaal ter onze eigen kost. Ja. Jullie topsporters? Ja, bij ons is het zo begonnen, maar door de Olympische Spelen zijn er deuren opengegaan en zijn wij nu deels professionele sporters. En wat dat wel nodig is, omdat wij spelen over heel de wereld en op 2 weken tijd van San Juan in de buurt van Zuid-Amerika naar nu de Filipijnen. Dus het is moeilijk nog te combineren. Wat is er juist nodig om een goede horseballer te zijn? Zeg je dat zo? Een goede horseballer heeft kracht, fysiek en elasticiteit nodig, maar toch ook wel heel veel technisch inzicht. Oké. Okay. Sieben, zit jij vooral de kracht en zijn je mannen wat meer elastisch? Of hoe moet ik dat juist zien? Het is eigenlijk een beetje de jeugd nog. Als die achter mij komt, groeien. Maar ervaring worden. Oké, zo. Maar effectief, we spelen ook wel met verdediging, aanvalwet. Is er fysiek contact tussen de... Ja, je komt gebotst tegen elkaar. Ja, onze sport is een combinatie van basketbal, rugby, te paard. Ja. Dus basketbal eerder naar het gooien naar, en de passing. En dan naar de verdediging maken ons paarden contact met de schouder. Alles in de veiligheid van het paard. En dan doe ik wel met de schouder mee. Okay. En basketbal, maar het verschil tussen basketbal en 3x3? 3x3 is een heel korte wedstrijd, heel fysiek. Je hebt een goede uithouding nodig, je hebt een goede tactisch inzicht nodig. Je speelt ook op alle soorten posities, terwijl basket is meer één positie. Dus je moet van alle aspecten combineren. Maar we zijn ook nog iets meer atleten dan gewone basket. Er wordt nog iets meer de focus op gelegd. En ook omdat je zo weinig tijd hebt, zijn die beslissingen die dat je neemt zijn ook cruciaal.
Onze sterkte als ploeg is dat wij misschien niet het meeste intrinsieke talent hebben, maar door goed samen te spelen, goed samen te werken, te communiceren, dan maken wij eigenlijk het verschil met veel andere ploegen. Dat is vandaag de dag bij ons ook. We hebben een sterke ploeg, omdat wij zowel op het veld als naast het veld goede vrienden zijn. En die elkaars gebreken en goede dingen gebruiken en compenseren. Ja, dat zit bij ons ook wel zo. Omdat we ook zo van onderuit gegroeid zijn eigenlijk als vrienden die dan een hobby hebben die uit de hand gelopen is en dan geleid heeft tot een Olympische ervaring. Ja. Je hebt over je palmarès gesproken, maar er missen nog een aantal dingen. Die te uitbijken, wat zijn de doelen? Het doel is, we vertrekken volgende week ook naar de Champions League om daar een gouden medaille te halen. Okay. Twee desfietsen zijn we al geweest. Maar eigenlijk mijn grootste doelstelling, niet alleen voor mezelf, maar voor de sport, zou ik graag hebben dat we ook herkend worden naar een sport zoals jullie discipline en Olympische discipline te gaan. Zijn er kansen toe? Of is het daar ze zijn daar dagelijks mee aan het werk, denk ik, de juiste mensen, dat weet ik. Ja. Maar... Timo, kon je een kusje geven of wat? Luna. Vierdes geëindigd. Ja. Zijn jullie doelstellingen nog op de Olympische Spelen? Vierdes op de Olympische Spelen in Tokio. Er komt nog een Olympische Spelen aan in Parijs. Dat is al binnen 2 jaar. Dus probeer daar zeker nog eens te geraken. Dat gaat wel moeilijk zijn. En probeer beter te doen dan vorige keer. Een medaille halen voor je land. Dat geeft toch veel aanzien. En de Olympische Spelen hebben ons al zo'n boost gegeven. Als daar nog eens een medaille bij komt, dan kan dat nog een extra boost aan de sport geven. Ook basket in het algemeen is enorm aan het groeien daardoor. Dus we hopen dat nog wat verder te zetten. En ook voor mij persoonlijk zal dat wat het einddoel zijn, gezien leeftijd en andere jobverplichtingen. Je paardrijden is echt tweede natuur. Dat lijkt misschien nog niet helemaal zo, maar geef mij een iets beter paard en dat zou wel lukken. Zelfs nog een beetje jumping zou ook nog lukken. Maar horseball heb ik nog geen ervaring mee. En hangen, dan komt die flexibele kant erbij. Dat is dat voor de volgende keer, denk ik. Ja, zeker. Ik zelf heb lang tot mijn 11, 12 jaar basket gespeeld, maar door een knieblessure verplicht moeten stoppen. En dan door de paardensport combineren met de basket heb ik dat moeten kiezen en zo een beetje is dat verwaterd. En tot welke leeftijd zijn er goede horseballers? Van alle leeftijden, maar ik zelf ben 35 en ik ben altijd de top. Ja, dus het kan. Er zijn nog mensen van, oké, goed. Ik ga je volgen in Parijs. Graag. Ik hoop dat we daar geraken. Ik stel voor dat je ook aansluit bij ons in de club. Is er ruimte voor of niet? We maken ruimte voor u. Ja, dat is goed. Zeker voor u. Ik kan blokken, hè? Ja, dat heb ik gezien. Ik zit er gewoon voor en er wordt niet meer gescoord. En Duncan? Hè? Duncan ook, ik spring met een paard, je wilt niet weten. Goed. Mocht je niet van het paard gaan om de bal te pakken, maar wel om te scoren, ja, of niet? Ja, zeker. Okay. Goed, dan denk ik dat je een perfecte kandidaat gevonden hebt. Mannen hebben elkaar gevonden, dat is duidelijk. En wie weet, wat komt er nog uit de bus? Laatste minuten van deze Ekibel TV voor deze maand eindigen met een wist je dat je uit de paardensport onder de rubrieknaam Good to Know. Vorige keer een nieuwtje over de kledij, dit keer over de gebouwen. Er zit namelijk meer in één gebouw dan je denkt. Wie zit er nog in de kantoren van de federatie? De buren van de Confederatie van het Paard, ook EHN, European Horse Network, EEF, de European Equestrian Federation en de EO, dat zijn de Equestrian Organizers. Alsjeblieft, een staatje van cohousing in de kantoren in Zaventem. Dit was hem, de Ekibel TV voor oktober. Blijf ons zeker ook volgen via Facebook Ekibel en Ekifans en uiteraard ook via de website. Maak er nog een fijne dag van. Tot de volgende keer.